Goedemorgen, ik sta nu even in de badkamer, want ik was even de tanden aan het poetsen en zo. Maar ik heb zeg maar de rest van de dagen op mijn eigen kanaal gevlogd. Die kan je hier vinden in het i'tje. Als jullie even abonneren, zou ik het heel lief vinden. Ik heb daar nog 3 vlogs, ga ik er maken. 4, wacht. Het is al zo donderdag, vrijdag. Ik maak 5 dagen, dus er komen 4 andere vlogs komen zeg maar op mijn eigen kanaal. Dus als jullie dat willen zien, kunnen jullie even abonneren. Ook doe ik er nog meer video's met GymXL, met challenges, met blablabla. Daar ga ik dus meer mee doen de aankomende tijd. En kijk, ik heb een lampje en dat is ook een bloemetje. Mooi bloemetje, ja. Oké. Dus even meneer, even, dat zou ik heel lief vinden. Dan gaan we naar de 5000 abonnees daarop, op dat kanaal. Ja, dat zou lief zijn. Oké. En vergeet even niet te liken, abonneren en subscriben daar ook. Oké. Waarom doe ik de outro? Ga het ding in het begin van de video. Oké, laat de dag beginnen. Goedemorgen, vader. Goedemorgen, zoon. Look at our beautiful view of the beast. Now this is very overbelicht. Look. Dat is de piste naar beneden. En is daar de lift die wij niet nemen. Dit is zeg maar het skigebied wat hier dus zit. En wij gaan naar het skigebied dat eigenlijk... Kan je dat vanaf hier zien? Oh, gaan we. Ik dacht dat we die kant op gingen. Nee, dat doen we morgen. Oh. Vandaag gaan we dus daarheen. Stil! De wachtauto. Ik ben aan het filmen. We gaan nu daarheen, denk ik dan. En daar is een gletsjer en dat gaat tot 3400 meter hoogte. Dus dat is maar een van de hoogste skigebieden in Europa. En bla bla. En daar hopen we dat nog wel sneeuw ligt. Want hier ligt geen sneeuw. En sneeuw is best handig om te skiën. Ja, echt waar. Dus we gaan nu eerst even ontbijten en omkleden en dan gaan we daarheen. En ja, dat is eigenlijk wel zo'n beetje. Ja. En ik ben er net 3 minuten wakker, dus daarom zie ik dood uit. Maar dat maakt niet uit. Nou, ik ga even ontbijten. Doei. We are going eventjes ontbijten. But first, look at the pool. Maar we hebben dus een zwembad en een sauna en zo. Dus we gaan even kijken. Wow, dat zijn eigenlijk heel veel dode dieren. Waar is het nou beneden? Hier? Heel veel dode dieren. Ze hebben hier allemaal echt best wel rare dingen. Allemaal dode dieren en hier tradies met... Oh, het is nog best groot. Ja. Ik sta echt onder zo'n verwarming. De camera ziet echt bijna niks. Maar wacht. Hier, dit is het zwembad. Het is hier heel donker. Oh, ga je daarheen? Ja, hier is de sauna. Oh. Hey, en een bubbelbad. Ja, kijk, hier kan je heel even chillen. Oh, dit is wel nice. Met een view. Ja. Dit is not very verkeerd zo. Oh, echt? Hardloopbandje. Nou ja. Wat nice. Kom ik aan. Eten. Oh ja, we gingen eten, hè. Yes. Ze hebben hier echt heel veel dode dieren. Dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Ik wil zeggen heel veel faciliteiten, maar ook veel dode dieren. Wacht even. Leuk. Tafeltennis. En dan... Oh, hier is het houthok. Oh nee. Dus ligt hier gewoon hout, maar het is niet het houthok. Oh, hier. Voetbaltafel. Biljarttafel. Zitje. Oh, hier is de bowlingbaan. Dit is gewoon een bowlingbaan. Waarom hebben we gewoon een bowlingbaan? Ja, wat geinig. Dan moet je gewoon een muntje in gooien. Ja. Even kijken hoor. Dit wil ik echt nog wel doen, dit vind ik leuk. Ja. Oh, het zijn wel echt mini bowlingballetjes. Ja, het is allemaal een beetje mini, maar toch leuk. Schattig. Maar ze bezuinigen hier wel goed op de lichten. Ja. Nou, het lijkt me ook logisch als er niemand is. Dat is waar. Oh, is hier het ontbijt? Ja. Dan gaan we weer lekker essen.
Hoi. Hallo, boy. Waarom schrikt je niet? Ik denk, jij staat vast nog in donker, want je kan de camera niet in. Dat is waar ook. Goed, kom maar weten dat ik er stond. Ja, wij gaan nu omkleden. Ik heb hier mijn pak, mijn spullen en zo liggen. Dan gaan we naar de gletsjer. En dan ga ik even mijn spullen inpakken. Maar ik switch even over naar de GoPro. Die niet van mij is, die heb ik geleend van Jender. Dankjewel Jender. Want dan hoef ik niet deze camera de hele tijd mee te nemen. Want dit is best groot. Met statief en microfoon en lens en camera. En... Dus ik switch nu over naar de GoPro. In 3, 2, 1. Oké, en we zijn overgeschakeld naar de GoPro. Je ziet dat dit echt heel breed beeld is. Dat als ik zo doe, dat ik dan heel lelijk ben. Maar ik ga even met de GoPro verder vloggen. Want kijk, deze kan ik gewoon zo in mijn hand doen. En toen zag je niks, maar deze kan ik gewoon zo even in één handje vasthouden. Dat is veel makkelijker dan... Ik heb mijn camera net ingepakt, die ga ik je niet meer laten zien. Maar wij gaan nu dus daarheen. Ja. Daar. Daar naar de sneeuw. Want hier is geen sneeuw. Maar ik heb dus... Deze stokje mee, daar kan ik hem zo in doen en dan ga jij mij zeg maar, zo mijzelf zien. Want ik heb een dit op mijn helm zitten. Cleveland is mooi. What's that? Oh my god! Wow, dat is echt mooi. Je ziet het waarschijnlijk niet. Zo? Maar... Wow, dat zijn echt mooie bergen. Oh. Very beautiful look. And if you do this, then you're very beautiful. Mensen worden zo lelijk van GoPro's. Ja, maar het domme is dat je nu zeg maar, nog steeds mijn hele hoofd ziet. Alleen mijn neus is zeg maar, zo groot. Voel je veilig met je helm op? Ja. Niks kan mij afkomen. Zo, everything is om. Helemaal hartstikke mooi. Welke berg gaan we nou eigenlijk op? Die. Ja, links. Die? Ja, die. Ik weet niet of ik hem goed aanwijs, maar dat maakt niet uit. Oké, we zitten boven de berg. We hebben net twee afdalingen gedaan. Dit stomme sleepliftje gehad. Dus mijn billen doen pijn. Want sleepliftjes zijn niet fijn voor snowboarders. Even weten in de reactie of jullie van die sleepliftjes fijn vinden of niet. Want ik vind het echt helemaal niks. Maar kijk hoe mooi het hier is. Ik hoop dat jullie allemaal jaloers zijn, want dat is het doel van deze vakantie, om jullie jaloers te maken. Maar ik ga nu even op de stok ga ik even een run filmen en dan zien jullie vanzelf alweer wat we erna gaan doen, want we hebben eigenlijk helemaal geen planning volgens mij. We doen gewoon waar we zin in hebben. Gewoon mijn grote camera pakken, waarom filmen met mijn GoPro? Maar hij is kapot. Ik kan niet meer filmen, Paul. Wat moet ik? Is dat een los onderdeel? Ja, nee, kijk. Dit hoesje, dit zit zeg maar hier zo aan. Ja. En dat zit dan, dit is gewoon... Waar? Kijk, dit zit normaal gewoon aan elkaar vast. Ja. Dit is één hoesje zo. Ja, snap ik. En dat is gewoon zo af, dus dan moet ik een heel nieuw hoesje kopen. Ja. Dat is wel lijmen, toch? Nee. Met een seconde lijmen. Die moet knijtersterk zijn. Dat is het niet, want het breekt, maar ja, we can try, but if it falls off and I lose it, then I'm really fucked. It's so beautiful. Echt mooi. Hoeveel meter zitten we nu? Ja, nog steeds 3000. We zitten op 3000 meter, maar de sneeuw is hier gewoon serieus zacht aan het worden. Dit is hier wel schitterend mooi. Schitterend. Ik ben heel bang dat ik die GoPro laat vallen. Ja, daar was die. Maar het GoPro ding is dus afgebroken, dus hij kan niet meer zeg maar, erop. Dus ik kan niet meer op de stok of op mijn helm of zo doen.
Dus ik moet even kijken of ik vanmiddag ergens een nieuw kan kopen. Maar we gaan eens even kijken of ik een nieuw kan kopen ergens. Want het is ook Jenders GoPro, dus het is een beetje lullig dat hij gebroken is. Zo, nou weer going up to 200 meters again. Maar zoals je ziet is het ook al best wel veel aan het dooien. Er zitten overal stenen tussendoor en zo. It's dangerous. Mijn snowboard is te klein, mijn schoenen steken uit. Dus als ik nu een bocht zo maak, dan gaan mijn schoenen in de sneeuw, dan val ik. Oké, okay, let's go. Ik dacht dat ik mezelf filmde, maar dat was gewoon mijn reflectie in mijn scherm. Dat was heel space. Oké. Oh, wacht. Daar is mijn vader. En daar zijn Hebe en Henk, die zijn al weg. Alleen de pistes worden echt een beetje papperig. En daar krijg je hele grote bulten, zoals je waarschijnlijk wel ziet. Dus het is een beetje afzien nu. Zoals ik al eerder zei, mijn schoenen steken echt veel te ver uit bij dit bord. Dus morgen moet ik echt mijn andere bord gebruiken. Want die is breder en dan past het dan wat beter. Want dit is naar. Ik heb heel vaak dat ik dan een bocht maak en dan op mijn tenen zeg maar gewoon uitglijden. En dat ik dan gewoon weg ben. Ik ga verder, want anders ben ik veel te laat. Daar is zeg maar de main thing van alle liften. En dan gaat dus die heen, daar nog wat van heen. Dus daar gaan we nu heen en dan pakken we de lift helemaal naar beneden. Want deze sneeuw is allemaal een beetje papperig geworden, zeg maar. En ik film trouwens met mijn telefoon, want mijn camera zit in mijn tas. Ik heb geen zin om de hele tijd eruit te halen. En de GoPro is leeg en kapot. Dus laten we. En toen was het donker. Ja, dat klopt. Ik was daarna nog bezig zwemmen met mijn vader in het zwembad, want we hebben hier een zwembad. Dat hebben jullie trouwens al gezien vanochtend. Maar we zijn dus weer zwemmen. Ik heb daar maar niet gefilmd, want dat vond ik een beetje gek als ik daar met een camera rondliep. Als er allemaal mensen in een bikini en zwembroek en zo rondlopen. Dus dat heb ik even niet gedaan. Toen ben ik gaan douchen. Nu zit ik hier. Nu ga ik even de video van gisteren editen. Dan gaan we zo meteen eten en dan neem ik jullie wel weer mee naar het eten. We krijgen elke dag zeg maar een soort menukaart. En dan mag je dan een paar dingen uitkiezen. Zeg maar een 4-gangen diner krijg je. Ik zit hier echt met crap lighting. Want deze kamers... Kijk, dit lampje en dat lampje die niet aanstaat. Dat is gewoon het enige licht. Er zit hier helemaal niks aan het plafond. Kijk hoe weird. Dat is toch raar. Normaal zit er dat wel aan het plafond. Maar nu ga ik even verder editen. En ja, schoenen zijn aan. Oké, we gaan eten. Eten. Kun je weer essen, fressen? Ja. Ik heb al niet begrepen om die pen te leggen. Nee. Niemand denkt dat hij nog steeds wordt verschillend. Het flippert echt. Het is inderdaad echt een uit de kast gevallen appeltaart. Pam pam pam. Pam pam pam. Als warm. Ook nog. En zoet? Het heeft niet zo heel veel smaak aan. Oh. Nee. Nee. Fucking heer. Drak. Het is drak. Hij want licht. 3, 2, 1. Light. Ja, there's light. Oké. Mijn camera is on the wrong setting. Oké, okay, we had dinner just now and I'm very black, so I'm gonna sit next to the lamp, so I'm light. This is very sexy. So we just had dinner, now I'm gonna edit again. Hoe gaat het met jouw leven, papa? Heel goed. Ja? Yeah? Yes, but I'm a bit tired. I'm very satisfied about this day. I'm a little tired already. Yes, I'm also a little tired. So, tie wraps and tires and... It's also a quarter past 8. Yes, it's 16 over 8 en we zijn nu al moe. Ik ga nog even met mijn lieve laptopje... Ga ik even editen. Ik ben gisteren begonnen met de video te uploaden. Hoe laat ging die video uploaden? Om 8 uur of zo had ik hem aangezet? Die video, in de upload. Nee, 7 uur. Oh, om 7 uur had ik een video klaargezet. Die ging ik uploaden. Het is nu 8:15. En de video is nu pas, zeg maar, klaar met exporteren. Dat is 25 uur.
deed hij erover. En thuis zou hij hier een kwartier over doen of zo. But now I'm gonna do publicity and then it says invalid request en nu moet ik het opnieuw gaan doen. Oké, nee, doet hij het echt niet. Ik dacht eigenlijk nog wel dat hij het misschien zou doen, maar mama, help. Oké. Dit is heel kut. This is so stupid. It took me 25 hours to upload and now it's not uploaded. Oh, het is wel geüpload. Ja! Wacht even kijken of alles is. Wauw. Oké, but that's another video. And now I'm gonna edit the thing from yesterday. And that is almost only traveling, but I don't care.